koolzuid dosje, dat deze dan vroeger op plant. Dat bleef op plant liggen. Dat koolzuid, dat bloei zag je dus in voorjaar prachtig bloeien. En dat was een prachtig gezicht. In de oorlog is het ook nog wat gebeurd, maar vroeger deed ze dat algemeen bij de boeren. En is dat koolzuid dos. Eerst moest het natuurlijk gesneden worden. Dan lieten ze een lange stoppel staan. En dan hingen ze dat spul, dat lag dan een dag wat te drogen, dus in de zon. En dat lag op strook, dat lag op strook. En dan hingen ze op een, op een nog een vroeg, of op een eigen, daar zei zijn boer, dan hebben we dat maar gezwennen. En dan kwam alles in het geweer. Ook de kleine jongens. Ik had het zelf nog wel op het doen, dan is school gaan. En dan mocht ik soms om 2 uur mee uit bed, want dan was dat nog nat. En dan moesten we dat zijd wennen. En dan ging het was kleine jongen en kon je net die zwaddertjes, noemen ze zwadders, die kon je dan omdraaien. En dat moest voorzichtig gebeuren. Dat moest voorzichtig gebeuren. En dan draaide dat om. En als het dan klein was, dan gebeurde dat nog eens een keer. En dan pas was dat goed om te gedossen. Ja. En dan togen ze erop uit met heel dat personeel van die boer. De knecht zowel als de arbeiders. En ook nog wel arbeiders van de buurboeren, die hielpen dan elkaar in. Ja. En dan gingen ze dus met de vlaai weer dossen. En dan was dat een prettig gezicht, want dat zei dat weer gehellen van zogenaamde ogen. Die zetten ze dat zat in ogen, in tollen. In tollen. En dan elden die vrouwen weer bij, die liepen weer die lange stoppels met een lijken. Dus dat droegen ze dan met de twitjes, droegen ze dat lijstje voorzichtig vol en dan brochten ze weer een groot zijdzeil, een zeil er weer op gedost. Dan werden er dus 4 span van die vrouwen en die droegen maar steeds aan. En die man die doste me. Die stonden met de 6 of soms met de 8 te dossen. Klop, 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 klop. Deze dan met de vlaai? En dat ging altijd met de vlaai. En dat werd dan natuurlijk ook op opengeveegd en opgeschept. En dat werd dan later op de dosvloer in de schuren schoven. Maar dat was nogal een tamelijk zwaar werk. En dan was de boer er toch wel van overtuigd dat die mensen er ook wel wat extra's bij konden gebruiken. Ja, die kwam nou een flink slokje bij. Dan kwamen ze daar dan als er wat stroop aan jenever, als ze dan. En dan mikken ze van die jenever dus. Stroopie jenever, zei ze dan. Stroopie jenever. En dan gingen ze een borreltje van drinken. En nou waren natuurlijk die boeren, die waren ook voorzichtig. En die zeiden nou, niet voor tegen de neven hoor. Niet al te druk overdag, want dan heb je natuurlijk dat werk onder die. En dan gingen ze aan drinken. Af en toe een slokje, maar tegen de neven. Wat dan zo net gebeurt, was dat de boel aan de kant gewoon. Daar zei ze, nou vooruit, geef me er een beetje toe. En dan werden ze cijfers met zo'n boerenwagen op een boerenwagen geleid. Hele stal, en dan gingen ze in vrolijke stemmen, gingen ze dan naar het dorp. En dan kon ze soms van een kilometer al aan horen komen, want dan was het, wat je noemt, wat aan boord, hè. Ja.